Goedemiddag allemaal. Welkom op deze zaterdagmiddag. Vanmiddag gaan we weer gezellig aan het knutselen samen, aan het kliederen. Even kijken of ik mijn spul een beetje recht heb staan. Het was een beetje laat. Ik moet nog even alles delen en dan gaan we zo meteen van start. Nou, vanmiddag gaan we met de kerst aan de slag. We gaan een keer weer kliederen met de rijstpepers. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben kei nerveus voor deze uitzending. En dat komt omdat ik eigenlijk al een jaar heb ik niks meer met de rijstpepers gedaan. En met dat mixed media eigenlijk niet. En ik heb zoiets van, oh shit, dit kun je gewoon niet voorbereiden. En ik had niet alle materialen dicht in de buurt liggen. Er zit nog een gedeelte in mijn verhuisdozen. En toen dacht ik van, help, waar ben ik aan begonnen? Maar ja, afgelopen week kwamen de rijstpepers bij ons binnen. En toen had ik eigenlijk best wel veel zin om daar een keer mee aan de slag te gaan. Maar ja, toen had ik gisteren een drukke dag. Dat vliep allemaal iets anders. En toen had ik geen tijd om voor te bereiden. En toen dacht ik van, oh, wat heb ik mezelf aangedaan. Maar goed, ze zeggen altijd van, gewoon proberen, niet bang zijn, het is maar papier. En dat zeg ik ook altijd tegen jullie. Dus ik ga dat nu ook gewoon tegen mezelf zeggen en we gaan gewoon zien wat het gaat worden. Ik moet nog wel eventjes, want dat kon ik niet meer redden. Ik wil van mijn papier, ik heb het aquarelpapier van Vasen Creative gepakt. En dan ga ik even een centimeter van beide kanten afsnijden. Want dan kan ik er nog een mooi mat laagje met designpapier later onder gaan doen. Dus dat moet ik nog even snel doen. En verder zijn er dus gewoon twee stukjes aquarelpapier van op A5 formaat. Wat ik verder allemaal in de buurt heb staan, ja, het is eigenlijk van alles en nog wat. We gaan gewoon potjes en pannetjes erbij pakken. We zien het tijdens de uitzending wel. De kerstrijstpepers, die waren bij ons binnengekomen en ik zal ze eventjes aan jullie laten zien. Ja, ik had ook heel lang niks meer gedaan met rijstpepers. En ik denk, ach weet je, het blijft gewoon een superleuk product. En ja, je moet gewoon een keer weer beginnen. Dus ik had zoiets van, gewoon ga met die banaan en we zien het vanmiddag wel. Hele mooie met vogeltjes, huisjes, uiltjes, van alles. Leuke kaartjes. Dan hebben we deze nog. Met mooie konijntjes en de village. Dan een hele mooie met een tafereeltje. Kijk, dat hondje, dat is toch ook gaaf. Deze is ook gaaf om gewoon op een canvas of iets dergelijks te gaan doen. Nou, dan hebben we hele mooie met van die kransen met teksten. Een hele mooie met de poinsettia's. Deze is ook leuk om een klein gedeelte hiervan te gebruiken en dat weer als borden te gaan doen. Rijstpeper met cirkels. Nou, die cirkels, dat is ook wel heel erg leuk om een tafereeltje weer omheen te maken. Heb ik al wel eens eerder gedaan, dus wie weet kan ik dat nog, dat kaartje nog wel een keer weer laten zien. Vanmiddag gaan we met een andere aan de slag en die heb ik alvast even een beetje in stukjes gemaakt. Want dit was dus één velletje. En de boom die zat aan de linkerkant. Ik wilde die vogel daar een beetje gaan doen. Dan wilde ik de postbus erbij gaan gebruiken. En ik denk dat ik bij deze bovenaan de tekst Joy ga doen.
Kan zijn dat het een dubbele plannenpagina gaat worden. Of dat ik er gewoon twee verschillende kaarten van ga maken. Dat zou ook zo'n maandag kunnen. Nou, dit vogeltje zat ook nog ergens op. Die wil ik er wellicht straks ergens op gaan verwerken. Of misschien dat die straks wel hier nog onder bij de boom komt. Dat gaan we zien. Waar starten we mee? We hebben natuurlijk een gel medium nodig om het mee vast te plakken. Ik vind zelf die van Liquitex altijd heel erg fijn. Helaas is die niet meer leverbaar of in ieder geval heel moeilijk te verkrijgen. En wat we ook hebben is ook van Studio Light hebben we ook een decoupage lak, een matte en een gloss. Dus je kunt of mat of iets met een glanslaagje kiezen. Die zijn €3,95, dus die is ook wat goedkoper. Dan hebben we daarvoor nodig. Even kijken, waar ben jij gebleven? Een collagebrush. En ik vind deze van Tim Holtz wel heel erg fijn. En die, ja, voor de mensen die nog niet eerder met rice papers hebben gewerkt. Ik heb ze dus alvast even een beetje op model gemaakt, zeg maar. En ik doe dat door even met een nat penseel. Ga ik dus langs mijn rice papers. En dan wordt het ietsje zachter en kan je ze net wat makkelijker scheuren. Ik vind het niet leuk om de rice papers gewoon in het geheel te gebruiken. Ik ga echt eventjes een klein beetje, spelen om er weer een eigen tafereeltje van te maken. Even zorgen dat de randjes weer goed vastzitten. Aan de zijkant gaan we een leuke boom maken. Dus even insmeren met een gel medium. Kan ook met bijvoorbeeld, wij hebben van het merk, even kijken. Wat was dat toch? Creal geloof ik. Hebben we ook een gel medium in een tube zitten. Daar werkt onder andere Jeanette en Anita van Merode ook heel veel mee. Dus dat kan je er ook voor gebruiken. Weet je, er zijn meerdere mogelijkheden, meerdere opties wat je kan gebruiken. Deze leg ik heel even aan de kanten, want dan ga ik ook deze opplakken. Zo. Ik vind dit, de glasmat vind ik wel heel erg fijn, want die kan je weer lekker schoonmaken. Dus straks eventjes met ons billendoekje eroverheen en dan hebben we alle plak weer weg. Dan gaan we deze straks natuurlijk eventjes weer met onze heat tool verhitten, zodat het goed droog wordt. Even kijken, het vogeltje. Ja, ik wil hem ietsjes verder naar beneden en dan maak ik daar straks, denk ik, een beetje sneeuw onderaan. Dus dan komt hij gewoon in de achtergrond weer. Even kijken. Deze gaan we daar vastplakken. Het kan wel zijn dat jullie ondertussen een beetje veel kabaal horen. Geen idee hoor, maar er is hier in de stad weer van allerlei leuks. Er is een springkussenfestijn, dus dat is superleuk voor de kinderen. Er is de volgende week ook weer, dus ben je van plan om naar onze winkel te komen? Voor de kinderen is er ook allerlei leuks. Ik maak deze even ietsjes nat en dan leg ik hem even tijdelijk in een keukendoekje.
Dan kan ik hem straks even goed uitspoelen. Maar zo blijft dat spul een beetje vochtig. En dan droogt mijn penseel niet helemaal uit. Want het is natuurlijk wel een soort lijm waar je mee werkt. Servetten kan ook, maar servetten is wel weer wat lastiger om te verwerken. Servetten zijn nog net weer wat dunner. En dan kan je dat wat moeilijker vastmaken. Ik wil trouwens dat vogeltje nog even erop maken. Dat had ik nog niet gedaan. Maar waar ging dat vogeltje doen? Vogeltje in de boom, vogeltje op de... Vogeltje bij de postbus. Dat gaan we doen. Nou, dan plakken we die nog eventjes op. Ik denk dat jij het zegt, Linda. Ik weet niet waar het over gaat. Zo, die zit op de brievenbus. Dan gaan we dit even met onze heattool verhitten. Even kijken, ik heb mijn snoertjes een beetje in de weg zitten. Dit gaan we eventjes droog maken. Ook even vanaf de achterkant verhitten, zodat mijn papier niet al te krom trekt. Oh, mijn mooie armband. Nou, toevallig, want die is net nieuw. Die komt uit Kroatië. Van mijn zus was op vakantie geweest. En zojuist kwamen mijn neefje en mijn nichtje. En die hadden dus een souvenirje voor mij meegenomen. Uit Kroatië. En dat kwamen ze net voor de live nog even brengen. Dus daar was ik wel heel blij mee. Ze zitten echt... ja, die bloemen, zeg maar, dat zijn ook gewoon echte droogbloemen. Dus ik vond het super leuk. Die gingen ook eventjes hier langs, zeg maar, om het souvenirtje natuurlijk te brengen. Want ja, neefje en nichtje wilden natuurlijk gelijk het cadeautje brengen. En ze gingen natuurlijk even lekker naar het springkussen. Dus die vermaken zich wel. Dit knip ik even een beetje bij. Zo. En dat wordt nummertje 1. En dit gaat nummertje 2 worden. Ik heb het niet helemaal kurkdroog. Maar goed. Het is niet anders. Normaal gesproken ja, laat ik het ook wel heel vaak gewoon aan de lucht even drogen. Dan ga ik het zeg maar eerst plakken. Dan doe ik even wat iets anders. En dan ga ik de volgende ronde ga ik het netjes op kleur brengen. Maar goed, dat werkt nu eventjes niet. Ik wil mijn achtergrond natuurlijk op kleur gaan brengen. Want zo ziet het er niet leuk uit. En wat ik als eerste ga doen, is even met een beetje gesso. Even kijken of die... Die tube is al vrij leeg. Even kijken of dat gaat werken, dat ik dat naar beneden schud. Anders dan pak ik toch een andere pot erbij. Nou. Even een beetje. Ik wil gewoon een klodder op mijn glasmat hebben. Ja, kijk, dan zie je. Het komt vanzelf wel. Normaal gesproken dan zou ik even een flinke mep erop geven. En dat ik hem op mijn tafel neergooi. Of het spul naar beneden ga doen. Maar ja, dat kan ik nu eventjes niet doen. Want dan wiebelt mijn beeld heel erg. Ik ga
ondertussen eventjes een sponsje erbij pakken. Even kijken wat jullie reacties zijn. Anders begin je met iets wat je niet meer zo mooi vindt en niet te grote stukken. Ik weet niet waar jullie het precies over hebben. Ik ga met een sponsje. En dit zijn hele fijne sponsjes van Art by Marleen. Ga ik mijn randjes wat lichter maken. En dat doe ik gewoon door gesso op de achtergrond te brengen. Dus jullie zien dan wel, het randje nu wordt een heel stuk lichter al. En zeker zo met dit soort kerst tafereeltjes. Dan is wit natuurlijk altijd wel ontzettend leuk. Want wit dat lijkt wel weer een beetje sneeuwachtig. Ja, inderdaad. Als je met servetten en je wilt het proberen, dan kun je inderdaad eerst een klein project beginnen. En kijk gewoon even dat je een beetje de feeling daarmee krijgt. Die sponsjes van Marleen, die zal ik ook nog wel even gaan linken. Dat zijn echt hele fijne. Kan je ook gewoon weer uitwassen. Nou, dan kunnen we straks met een ander kleurtje verf kunnen er natuurlijk weer overheen om het geheel weer helemaal mooie kleur te gaan brengen. Het is toch wel weer leuk om gewoon lekker zo te kliederen hoor. Ik vind het altijd wel zo leuk om te doen, maar ik heb het gewoon echt zo lang niet meer gedaan. Ook deze. Lekker mee tamponeren. Je kan het ook met zo'n tamponeerkwast doen. Daar ga ik ook zo meteen mee aan de slag. Maar het is gewoon, dit gaat net ietsjes sneller. Even kijken. Wat... Een verschil maak je weer als je de randen afwerkt. Ja, dan ziet het er gewoon compleet anders alweer uit. En dan kan je veel makkelijker straks het spul op kleur gaan brengen. Ook als je dan niet helemaal exact dezelfde kleur blauw of iets dergelijks erbij hebt. Dan zie je dat straks niet meer. En je hebt ook gewoon gelijk voor je verf een mooie onderlaag. Dat pakt dan gewoon veel makkelijker. Maar ja, we gaan nu straks natuurlijk met onze verfjes aan de slag. We gaan met onze mask stencils nog aan de slag. Dus we zijn er nog lang niet. Ik denk dat ik dit zometeen even een klein beetje ga verhitten met mijn heat tool. Dan is dat net iets sneller droog. Ja, weet je wat het vervelende is van dit? Nou ben je hiermee bezig en dan denk je, oh, maar dit is leuk erbij. Dat potje is er leuk bij. Dat pannetje kan er weer mooi bij. Maar ja, we hebben maar een uurtje. En ik heb heel verstandig niet gigantisch veel verschillende dingen meegenomen. Want ik denk, anders dan raak ik zo overprikkeld, dan weet ik het straks niet meer wat ik wil gaan gebruiken. Je moet gewoon weer even rustig daarmee op gaan starten. Maar ja, ondertussen zijn er zoveel merken die allemaal leuke potjes en pannetjes hebben. Even mijn glasmat weer schoonmaken, want anders dan kan ik er gewoon niet netjes op werken. Zo. Nou, eigenlijk wordt het zo al ontzettend leuk. Ja, goed.
We hadden gezegd dat we meer kleur op de achtergrond wilden, dus dat gaan we straks ook gewoon doen. En eigenlijk lijkt het hier, zie je nu al helemaal een doorkijk hier doorheen. Hè? Het is ook leuk om straks bijvoorbeeld nog gewoon boompjes uit te stansen en die kun je er ook nog weer voor gaan zetten. Dus je kunt in combinatie rijstpepers ja, met gewoon stansmallen, dat kan ook prima. In ieder geval bij mij gaan de ideeën al wel weer een beetje groeien. Nou, wat wilde ik gaan gebruiken voor de achtergrond? Ik had niet zo heel veel verfjes. Of ja, niet zoveel verfjes in de buurt. Dat is ook niet helemaal waar. Maar mijn oog viel op de Distress Paint. Ik dacht, die had ik nog nieuw in de verpakking. Dat is best wel leuk. Kijk, een beetje bruin erbij. Omdat hier natuurlijk ook bruin in die zit. Bij deze zit ook bruin erbij. Dus ik heb de kleurtjes Gatterer, Twix, Brushed Corduroy, Uncharted Mariner en Stormy Sky. Maar heel misschien kunnen we er ook wel een beetje van de Lumberjack Plate bij doen. En de Rustic Wilderness. We gaan gewoon even kijken. Dat zijn in ieder geval de kleurtjes die ik verzameld had. En ik heb ook nog Tumbled Glass. Maar ik denk dat die net wat, ja, te heftig was. Eventjes goed schudden. Ja, en je kunt deze Distress Paint natuurlijk ook in combinatie met andere soorten verf gebruiken. Je kunt het weer in combinatie met de Distress Ink doen. Weet je, doe gewoon mix en match met alles door elkaar heen. Ik heb wat tamponeerkwasten. Het is even een ratje toe van allerlei merken door elkaar heen, maar die kon ik zo snel vinden. Ik moet er veel meer hebben, maar die zitten nog ergens in mijn verhuisdoos. Maar dit is het begin. Oh, dat was de verkeerde kant. Ondertussen zit ik ook onder de bruine spetters in mijn gezicht. Kijk, dit kleurtje is toch ook leuk. Ja, ik moet ze ook nog allemaal open doen hoor. Dus het is voor mij ook gewoon nieuwe kleurtjes. Ik zie wel hoe de kleurtjes uitpakken. Als het niet helemaal exact de goede kleur is, maakt niet uit. Want we kunnen altijd met onze gesso alles nog een beetje erbij doen. Ik heb de Distress Steen. Kan ik dat ook gebruiken? Nou, de steen is een hele andere samenstelling weer. En dat is gewoon, de steen is heel erg vloeibaar. Dus dat zou ik hier niet voor gebruiken. Gewoon even wat kleurtjes hierop. De kleurtjes zien er zo al wel heel erg leuk uit. We gaan een beetje tamponeren. Dus ik wil een niet te donkere achtergrond hebben. Nu zul je straks wel zien, kijk, de kleur blauw is niet helemaal perfect hetzelfde. Maar dat maakt niet uit, want we gaan ook nog weer gedeeltelijk over onze rijstpepers heen. En dan pakt het straks allemaal gewoon weer, ja, wordt het gewoon weer één geheel. Nou, dat tamponeren, dat doe ik altijd gewoon echt puur op mijn gevoel.
Kladdetje hier, kladdetje daar, zeggen ze altijd. Ik heb nu alleen die lichte kleur en dat is de Stormy Sky. Maar als ik daar straks met dat blauw en ik ga er een klein beetje met die Uncharted Marine weer overheen. Dan krijg je vanzelf een andere tint blauw weer. Want dit is net ietsje paarser. En dat maakt helemaal niks uit. Zie je, zo gaat het straks. Helemaal leuk hoor. Want we gaan natuurlijk ook straks nog met embossingpoedertjes misschien erbij aan de slag. En ja, ik weet eigenlijk nog niet eens wat nog meer. Kijk, hier gaan we ook nog een beetje van die blauw doen. Ook nog hele mooie mask stencils voor de kerst ook nog allemaal erbij liggen. Ik wil wel voornamelijk veel wit er nog even in houden. Want dit is gewoon een kerstkaartje. Ik vind, ja, een beetje dat, hoe zou ik het zeggen, sneeuweffect mag er van mij wel in blijven. Ook deze. Begin ik bovenaan en ik ga ze gewoon tegelijk een beetje opbouwen. En dan zie ik straks uiteindelijk wel hoe ver we komen met beide creaties. Ja, oh, dit is wel weer ontzettend leuk om te doen. Zo lekker ontspannen om te doen. Als ik eenmaal de slag weer te pakken heb. Het kan best zijn dat we dit de komende tijd weer wat vaker gaan doen. Want ja, er waren gewoon heel veel leuke rice papers ook weer binnen. Ook voor de herfst hebben we ook hele mooie. Ik dacht eerst van ja, wat doe ik? Eerst kerst, eerst herfst. Ja, we zijn met z'n allen al zo druk bezig weer met de kerst. Met ja, de kerst. Pak ik zo meteen voor het bruin, pak ik eventjes een ander tamponeerkwastje. Want anders dan krijgen we gelijk een vieze bende. En dat is niet de bedoeling. Een beetje van die bruin. Dat poets ik er eigenlijk gewoon weer doorheen. Ook gewoon weer op gevoel een beetje er doorheen blenden. Daar komt een beetje bruin. Hier komt nog wat bruin. Je hoeft echt niet zo heel hard te stampen. Het lijkt alsof ik heel hard ermee bezig ben. Maar het is gewoon echt lichtjes een beetje erop deppen. Dit is de kleur Brust Corduroy. Daar beginnen we dus mee en dan doen we er zo meteen nog een beetje van die Getter Twix bij. Ook hier nog een beetje bruin. Even kijken, deze mag ook nog wat bruin. Nou, en dit is gewoon, ja... Echt op gevoel doen, beetje durven loslaten en zien wat er gebeurt. Hier onderaan ook een beetje bruin bij onze bal. Daar een beetje bruin. Even kijken, doen we hier groen bij of doen we het niet? Keuzestress. Ik denk niet dat we er groen bij gaan doen. Dat kunnen we straks nog doen in de vorm van een extra kerstboompje of iets dergelijks. Of misschien met ons mask stencil straks wel. Maar ik denk dat ik die groen hier nog even achterwege laat.
Ja, dit is natuurlijk ook nog maar onze basislaag, hè. Dit is het begin. We gaan zo meteen de mask stencils erbij pakken. We hebben nog stempels waar we mee kunnen werken. Dus er komt nog veel meer kleur op. Hier kan ik beter eventjes mijn blauwe tamponeerkwastje voor pakken. En dan ga ik weer een klein beetje met gesso alles weer door elkaar heen mixen. Zo. Rijstpeper is echt leuk om te doen. Je kan overigens ook, als je geen rijstpepers hebt en je wilt ditzelfde idee, je kan dit natuurlijk ook met papier doen. Hè. Je kan ook gewoon je designpapier uitknippen en dat erop gaan gebruiken. Dat is ook nog een mogelijkheid. En dit is eigenlijk gewoon min of meer een beetje mindful art. Het is gewoon, ja, echt loslaten en zien wat er gebeurt. Je weet gewoon bij dit van tevoren echt niet hoe je achtergrond eruit komt te zien. Soms leuk, soms lastig. Want ja, weet je, we hebben natuurlijk heel graag zelf de controle in handen. En dat heb je met dit absoluut niet. Dit kun je echt niet plannen hoe dit uit kan te zien. Daar ook nog een beetje van dat bruine. Kijk, dit is toch gewoon zo al superleuk. Je hebt gewoon weer een eigen achtergrondje. Ik vind ze beide al ontzettend leuk. Maar ja, we zijn er nog niet. We gaan dit weer even schoonpoetsen. Wie weet tamponeren we er straks nog wel meer overheen. Ik ga eerst even dit weer iets droog kunnen. En dan gaan we eens even tussen onze maaltjes kijken. Ik weet nog niet zeker of ik hier een kaart van ga maken. Of dat ik misschien straks wel zeg van ik hou ze lekker zelf. En ik ga ze mooi in mijn journal plakken. Want ik vind ze eigenlijk wel ontzettend leuk hoor. Ik laat dat. Ja, het is heel gevaarlijk. Maar ik laat het daar nog even liggen. Nou, je weet maar nooit. Heel misschien dat ik straks ook nog wel wat rubons erbij ga gebruiken. Maar dan moet ik nog even kijken. Waar in ieder geval ook hele leuke rubons van Stamperia binnen. Kijk, deze is ook wel ontzettend leuk. Ook bijvoorbeeld om kleine gedeeltes ervan te gebruiken. En ik heb deze nog. Die is ook wel ontzettend leuk. Die zijn allemaal voor de kerst. Deze voor de kerst en die takjes. Nou, en de ijskristallen. Oeh. Ook nog. Welke gaan we nou doen? Ik ga in ieder geval die takjes erbij gebruiken. En deze. En die. Gewoon omdat het kan, ach. Eventjes de verpakking openmaken. Want ik denk dat het wel heel erg leuk is om die takjes weer gewoon met onze verf aan te brengen. Want we hebben natuurlijk die verf, die Distress Paint. Daar kan je ook gewoon heel mooi mee schabloneren.
die gaan we even kijken. Ik heb nog meer van die sponsjes. Ik pak de kleur Gathered Twix. Ja, rubons kan je in principe overal op doen. Maar of het op de verf pakt, omdat ik nu natuurlijk met diverse laagjes ga werken, moet ik even kijken of dat wel of niet gaat. Maar we gaan het zo meteen wel zien. Dit kan je natuurlijk ook gewoon met inkt doen als jij niet met de verf wil werken. Het kan ook met de Distress inkt. Ik vind de verf, ja, die zit nu toch in de achtergrond. We hebben het potje hier staan, dus dan is het ook wel leuk om die... Oh, gatsie. Nou, het is een klein beetje uitgelopen, maar ik moet zeggen, ik vind het niet storend. Dat kan je dus beter. Dat is dus gelijk een tip voor jullie. Niet wrijven, want dan ga je dus onder je maskstencil. Maar ja, dit is natuurlijk wel hele dunne verf. Dus je kan het beter deppen. Kijk, zie je? Dat gaat een stuk beter. Nou, is niet erg. Want we zeiden, het is mindful art. En dan moeten we gewoon iets van een soort van oplossing bedenken. En dat is niet zo heel moeilijk. Want we gaan gewoon een beetje sneeuw op onze takjes maken. En dan worden de takjes daardoor gewoon wat breder. En diegene die deze creatie krijgt, die weet echt niet hoe die takjes eruit zagen. Kijk, zie je? Zo is het al gelijk weer gecoverd. Ik vind het zo ook ontzettend gaaf. Dus je kan ze en groot en klein maken. Nou, ik ga gewoon door met die takjes. Want ik laat me door zo'n takje natuurlijk niet op de kop zitten. Dus ook op deze kant gaan we gewoon dat takje weer gebruiken. Maar wel deppend. Kijk, weet je, zo zien jullie ook dat bij ons, ja, wij moeten dingen ook uitproberen. En dan gaat er echt wel eens een keer wat mis. En dan moet je gewoon zorgen dat je creatief bent en een oplossing ervoor gaat bedenken. Daar krijg je juist de mooiste tafereeltjes van, juist door die foutjes. Ook hier komt nog een takkie. Ja, het is ook wel goed dat er ook hier af en toe wat misgaat. Want daar leren jullie ook weer van. Dat is juist leuk. Jullie leren van ons. Wij leren van jullie. Oh, dit was helemaal leuk. Even kijken. Ik ga ook nog een beetje script op de achtergrond doen. De mask stencils en dergelijke, die ga ik nog eventjes voor jullie ook wel in de groep zetten. Volgens mij had ik een gedeelte er al wel ingezet, maar niet alles. Even kijken. Waarmee ga ik dit erop brengen? Jullie zien het al, ik zit alweer met mijn verf. Of met mijn ding in de verf. Dat is ook niet handig. Een klein beetje van die blauw. Je kunt het natuurlijk ook met Distress ink doen. Maar ik denk dat ik gewoon... Ik blijf gewoon stug proberen met onze verf. Hier een beetje script in de achtergrond. Helemaal leuk. Ook daar nog weer.
En dan komen er straks nog wat ijskristalletjes eroverheen. En die gaan we weer met de expanding mousse doen. En dan gaan we straks ook nog een paar kerststempels erbij pakken. En dan denk ik dat we daarna ook niet te veel meer moeten doen. In plaats van rice papers met servetten. Ja, dat kan. Alleen servetten is... ja, het werkt wel net even weer iets anders. Dus dan moet je gewoon even kijken. Van even zelf proberen van lukt dat of lukt dat niet. Rice papers zijn net iets dikker om mee te werken. En dat werkt voor sommigen dan weer net even wat makkelijker. Oh, dit wordt toch gewoon leuk. Ik vind het helemaal leuk. Ik zei expanding mousse. En dat heb ik natuurlijk ook bij me. We gaan de witte expanding mousse pakken. En ik denk dat we... Ja, deze mooie. Nee, ik ga toch even een ander mask stencil erbij pakken. Want ik denk dat die beter uitkomt. En heel misschien dat die er ook nog wel leuk bij is. Of heb ik dat mask stencil nog niet meegenomen? Ja, ik heb deze nog van Studio Light. En die is wel ontzettend leuk met... met die expanding mousse. En ik heb ook nog wat stempeltjes. Die gaan we zo meteen er ook bij pakken. Even kijken. Eerst deze. Ja, die expanding mousse die is zo leuk. Ik ga nu met de witte aan de slag. Maar ik denk dat zelfs ook de goudkleurige wel heel erg leuk hierbij zou staan. Een tip met de expanding mousse. Doe er in ieder geval even een plastic zakje tussen. Dat moet ik nog doen. Een boterhamzakje, want dan droogt het minder snel uit. En wat ook nog een goede tip is, om elke keer als je het wegzet, om even één of twee spreetjes met je distress sprayer of ja, wat voor soort sprayer jij ook hebt. Om dat eventjes erin te doen. Want dan wordt het namelijk weer ietsjes vochtiger. En dan als je het dan wegzet, dan droogt het niet zo snel uit. Kijk, we hebben al een paar ijskristalletjes. Maar er mogen er ook hier bovenaan nog een paar. Ik heb nu de fijne spatel van, oh, Janina, opletten. Je gaat natuurlijk over die andere heen. Ik heb de fijne spatel van Nuvo. Ik vind dat zelf een hele fijne, met een flexibele punt. Over gesso kun je heel goed stempelen, ja. Dit gaan we zometeen verhitten, maar ik ga eerst even ook op deze wat sneeuw aanbrengen. En wat ijskristalletjes. En dan ga ik ze zometeen tegelijk verhitten. Dit spul wel even redelijk snel van je stencil afhalen. Want anders dan droogt het op en dan krijg je het niet zo heel makkelijk meer schoon. Heb jij bijvoorbeeld van de Nuvo de expanding mousse en is die ingedroogd? Wat je kan doen is, dat heb ik zelf ook getest, eventjes water erbij sprayen. Potje dicht doen en even een nacht goed in laten trekken. Eventueel de volgende dag herhalen en weer eventjes nieuw water erbij doen. Goed doorroeren. En die van mij, die doet het weer als een trein. Kijk, zie je, het zit nu overal al van alles op.
En het is nu nog plat. Het glimt nu nog. Maar het gaat zo meteen lekker omhoog poppen. Deze gaat ook in de bak met water. We pakken onze heatool erbij. En dan is het hup hup, barbetruc. Dan komt het mooi omhoog. Kijk. Ik hoop dat het voor jullie in beeld ook een beetje te zien is. En anders dan hou ik hem zo meteen wel even dichter bij de camera. Kijk, de sneeuwvlokjes die dwarrelen al naar beneden. Kijk, dit is leuk. Kijk, zie je hoe dik ze dat nu op komt te liggen. Dus dit is die expanding mousse en die puft echt omhoog. Dus even met de lievel erbij en je krijgt echt heel gaaf effect. Nee, dit is toch gaaf. En zien hoe dik ze dat nu op ligt. Ook die andere eventjes gelijk doen. Vogeltje zit een beetje in de sneeuw. Maar dit maskstencil is dus van Studio Live. Die zal ik ook nog wel eventjes gaan linken. Het komt allemaal na de live even. Ik wist gewoon echt van tevoren niet wat ik allemaal wilde gaan gebruiken. En ik denk, ja, ik kan er alles wel inzetten, maar dat is ook niet handig. Even kijken. Deze ga ik ook nog eventjes weer schoonmaken. Ik zit te denken, misschien is het wel leuk om, ik heb die mask stencil natuurlijk van Xmas. En daar kun je natuurlijk mee werken om verschillende laagjes op elkaar te doen, maar we kunnen ook alleen die tekst ergens opmaken. Nee, ik ging eerst even stempelen. Eerst nog eventjes wat op de achtergrond stempelen. Wat voor kleur gaan we daarvoor pakken? Ik denk de Fate Jeans. Fate Jeans. En dat gaan we her en der een beetje aanbrengen. Niet te veel. Ook bij deze nog weer een beetje eroverheen. Daar onderaan. Nou, ik zit er wel over te denken om hier een leuk met sneeuw toch nog wat ja, echt gewoon sneeuw aan te brengen, zeg maar. En daar weer standjes met een kerstboom op te doen. En dan gaan we daar die tekst van Xmas maken. Ik heb ook nog die mooie takjes. Dat is ook wel leuk. Om dat weer langs de randen nog te stempelen. Ik mag straks de tijd wel in de gaten gaan houden dat ik niet veel te lang doorga. Geen idee hoe laat het is. Nog niet helemaal tijd om te stoppen. We hebben nog eventjes. Kijk. We gaan er nog mooie takjes weer bij maken. Dus je gaat zo'n achtergrond, ga je echt ja, stap voor stap opbouwen. Je begint met een lichte achtergrond. En het wordt vanzelf, wordt het helemaal één geheel. Kijk, zie je, dat is toch leuk.
Dit is uit de Studio Light collectie. Volgens mij de Magical Christmas, als ik me niet vergis. Deze kan je natuurlijk ook in groen stempelen als je dat leuk vindt. Maar ik wil voor deze wil ik gewoon echt een beetje een bruinachtige, bruin-blauw creatie. Nou, ondertussen regent het hier behoorlijk hard. En behoorlijk hard, dat met andere woorden, het komt eigenlijk wel een beetje uit de lucht gieten nu. Oh, dit gaat echt leuk worden. Ik vind dit helemaal tof. Daar gaan we straks nog even wat sneeuw weer overheen maken. Hier onderaan gaan we nog wat sneeuw doen. Oh, wat kunnen we er nog meer bij doen? Er zit ook een... Even kijken, die besjes. We kunnen best een beetje oranjeachtige besjes erbij doen. Want we hebben dat vogeltje natuurlijk ook. En er mag best wel wat kleur in. Ik stempel nu met de archival inkt. En nou ja, ik ga op goed geluk voor de kleur orange blossom. Ik denk dat dat wel heel erg leuk erbij gaat staan. Kijk, zie je. Dat is wel weer... Tof. Weet je, het is toch, het is geen levensechte creatie. Dus de kleuren mogen best wat anders zijn. Kijk, zie je, oh, leuk, leuk, leuk. Ik hou ervan. Ook bij die andere ga ik gewoon eventjes ook die oranje gebruiken. Hier had in principe ook nog wel rood bij gekund. Omdat onze brievenbus natuurlijk ook rood is. We kunnen ook natuurlijk een tekst gaan uitstansen en die erbij gaan plakken. Kijk, zo zitten er weer leuke besjes nog weer in de takken. Hier komt ook nog een klein besje. Zo op de achtergrond. Nou, hier ga ik in ieder geval iets van een tekst maken. Dat weet ik al wel. En hier komen nog wat boompjes voor. En hier wil ik ook nog iets gaan maken. Maar wat weet ik eigenlijk op het moment nog eventjes niet. Ik denk haast dat ik hier nog iets van een die-cut of iets dergelijks voor ga doen. Misschien ook wel een mooie boom of zo. Alleen heb ik die niet bij me. Wacht even. Ik ga even spieken hoor. Want op een... We kunnen natuurlijk ook gewoon een kersttafereeltje daar maken. Oh, het is gewoon weer keuzestress. We hebben veel te veel. Veel en veel en veel te veel. Maar goed. De keuze is reuze, zeggen ze. Even kijken. Wat dit boompje erbij doet. Kijk, we kunnen straks ook twee leuke groene boompjes hierbij doen. Dat ga ik hierbij doen. En bij deze komen ook nog wat groene boompjes erbij.
Die ga ik na de live even uitstansen, want dat gaat me gewoon nu allemaal eventjes niet lukken. Maar ik ga hier nog een paar boompjes bij stansen en bij deze ook. En ik denk dat ik er nog even wat sneeuw van Studio Light erbij ga doen. En dat wordt dan, even kijken, deze sneeuw met dat snow effect. En dat ga ik hier boven en onderlangs doen. Ook hier op die hekjes komt nog wat sneeuw. Ik moet nog een klein beetje de finishing touch doen. Er komt wellicht nog een leuk randmalletje of iets dergelijks bij. En verder laat ik ze zo. Ik zou het niet doen, waarom zo vol? Ja, dat is gewoon de één. Je moet het gewoon op je eigen stijl doen. Hè? Afwerken zoals je zelf wilt. Het hoeft niet. Je kan het zo laten. Heel misschien als ik straks thuis ben, dat ik ook wel denk van, weet je, ik laat het ook gewoon nog even liggen hoor. Ik maak ze vandaag ook niet af. Dat gaat me niet lukken. Maar het kan best zijn als ik ze morgen of maandag afwerk en dat ik denk van, ja, weet je, het is wel klaar zo. Ik doe er niet meer bij. Dus dit zijn ook dingen wat je gewoon, ja, eigenlijk in etappes op gaat bouwen. Dus voor nu laat ik het ook gewoon even rusten. En de volgende keer ga ik er weer mee verder. Dus jullie gaan het eindresultaat zo snel mogelijk zien. Maar voor nu wil ik jullie nog een fijne middag verder wensen. Een heel fijn weekend. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!